chat wil het solitaire. Ja, zeg dat in de F1 chat. Ja, kut vent. Ik ben de stream hier aan het fucken. Oh wacht, hij is al live. Ah, oké. Ik zag dat we de eentje dood en ja, het is en maar stuurt ze hem een bericht. Dat kent immer gaat langer door hier, ja. Dit zei hij wel goed, hè? Kiki, semi-live. Heel weinig vertragen. Die staan midden. Nu de flesje voor halen. En daar het chocolade letter. Of ik moet straks aan de McDonald's gewoon besteld goed met hamburgers. Het mooie is wel, ze zitten wel vers. Het allemaal op YouTube, best van. Oh. Ja. Dag dames en heren, welkom bij een speciale editie van Formule Fransel live vanaf. En dit keer is het echt live vanaf circuit Zolder, de simrace-omgeving, de Zolder van der Koenigsdoetler. Op dit moment staan daar de drie teams opgesteld, twee rijders van Renault, eentje van Mercedes die op dit moment naar buiten rijdt en de Haas van ondergetekende. Daar komt de Mercedes voorbij op de zachte band. Op naar de longen. En we hebben een lange practice session vandaag, dat is waar u nu naar kijkt. Na deze practice session uiteraard qualifying, ook de qualifying is full. De qualifying zal dan ook redelijk lang duren, een klein uurtje schat ik zo ongeveer. En daarna gaan we naar de race. Race is helaas niet live op YouTube te zien, daar willen we nog wat aan editen. Dus daar komt nog een mooie audiotrack onder van het commentaar van iedereen. En dit is van mijn eigen microfoon, dus hier is iedereen. Hier is niet iedereen op te horen, misschien wat zachter op de achtergrond wel. Ja, dat is beter. En dat is beter, hoor ik hier. Maar het probleem ook hier met deze setup is dat ik niemand anders hoor. Dat is wel een beetje jammer. Maar we gaan naar de setup kijken. Tijd om erbij te gaan. We gaan naar longruns, dus flink wat fuel erin. Deze setup is al getest met de hardere band, de zachtere band voor qualifying. Dus ja, een redelijk agressieve setup qua front wings. De rest is redelijk standaard en dan achterway distribution toch dan voor die turn-in, voor bochten als poolhorn. We gaan daar ook op de zachte band kijken, want de zachte band zal toch eentje zijn die een rol gaat spelen in een 50% race. Voor de mensen die nu kijken op YouTube, het is ook leuk om comments achter te laten. Daar kan dan live op gereageerd worden eventueel. Hoe live? Dat hangt er vanaf of ik op dat moment aan het racen ben, want ik kan natuurlijk niet tegelijkertijd kijken. Nou ja, rijden we nu de pits uit. We zien links onderin het kaartje. En we zien dat alle vier de Franselaren op de baan zijn. En ze zijn redelijk... ja, Franselaren, zo noemen we dat altijd. Ze zijn redelijk evenredig verdeeld over de baan. Ik ben nu in sector 1, Eau Rouge op. En de laatste komt nu door de busstop chicane en de Deschon. Kijk even op mijn linkerschouder en daardoor mis ik bijna Eau Rouge. Maar het gaat goed. De RS kijken met een hele agressieve setup. We zien nu die snelheid flink oplopen. De 3 front wing die is flink aan het werken hier. Enfin, eigenlijk niet aan het werken. Hier 320 km per uur. In de Haas met de Ferrari motor. We gaan zo meteen eens even naar links kijken wat de Mercedes van Sean L doet. Hij gaat nu een rouge op. Ik zie meer dan u ziet. We zouden hier graag een picture-in-picture willen hebben om dit weer te geven. Maar dat is helaas niet mogelijk met de hedendaagse techniek. We gaan even kijken. 315, 316 km per uur. Ook hij loopt hier 320 km per uur vlak voor het aanremmen. Dus daar is het erg weinig verschil in. Hij zet hier een overal snelste eerste sector neer met die Mercedes van hem. Maar volgens mij is hij ook de eerste die die überhaupt neerzet. Dus dat is geen wonder. Dan missen we hier even Poehon omdat we te veel naar de Mercedes aan het kijken zijn. De Mercedes komt nu met rassen schreden dichterbij trouwens. Door dit laks rijgedrag hier. Dat is een outlap, hè? Dat kan. Een beetje aanvoelen hoe de auto zich gedraagt met volle tanks en hardere banden dan een qualifying. Dus normaal gesproken een vierbocht knap. Aanremmen, busstop. Hey, waar heb je door het gas gereden? Nee, dat ik weet. Drie kwart voor het neerzit op softe banden. Nou, in ieder geval een stuk later remmen. Eerder remmen moet ik eigenlijk doen. Oh, hij is hem kwijt. Hij gaat terug de pitlane in. Wow, weer reset. Fucking zeldzaam.
Meteen al gespint. En Chanel hier met een 1.53.3 op de longruns. Gaan we daar een verbetering van krijgen. Daar komt er nu eentje richting Blanchimont. Wie is dat? Bremke richting de busstop. Volle tanks, Poehon. Geet toch wel wiet, hoor. Oh. Ja, een tankslap weet hoe het komt van Poehon. Daar wel het geluid van. Timmy Thunder, 1.52.7. Snelste lap in de sessie. En dat doet hij ook op de harde band. Iedereen op dit moment op de softband bezig. Toch die longruns die o zo belangrijk zijn. Het belang van de longruns is op dit moment toch wel duidelijk bij iedereen, hoor. Weer te laat geremd. Bij La Source. Dat gaat natuurlijk hard, want daar waren we de vorige keer gespind. Hier op de Camel Straight optimaal profiteren van die Ferrari motor. Want voor de rest hebben we een eigen chassis en dat is het Haas chassis. Wat niet heel sterk is. Oeh, de World Champions. World Champions van Spa getoucheerd. In 52-2 wordt hier neergezet door de heer Thunder. We gaan zo meteen de eerste doorkomst krijgen van de Seeker. Op een start-finish. Eerste serieuze lap. Dat is hier, schrijft hij ook nog eens een keer bijna zijn auto af. Want hij miste daar dat blok. Short daar in de problemen met tractie. Zie ik, je gaat kijken naar een 1.55er waarschijnlijk. Van mij. 1.55.2 is het geworden. Nog wel flink wat secondes off the pace. Maar hij gaat ook al vaak fouten en dat zien we hier nu weer. Hoeveel fuel laps eigenlijk bieden, Sean? Vier laps. Oh ja, ik heb voor 26 laps in me. Verklaart wel het een en ander. Oeh, ik heb heel veel lock-ups van achter ook vooral. Zware auto, harde banden. Oh, de Felipe Massa, de grindbak werd daar ook redelijk getoucheerd. Wat een mooie drift, als ik het zelf. En hier weer de World of Champions, schrijft hier bijna zijn haas af. En dat was einde sessie geweest voor hem, hoor. Dus je moet een beetje gaan uitkijken hier met die haas. Sean, die blijft ver weg bij de World of Champions. Een beetje weet.
snel. Laan en lock-ups en de busstop. Hey, die mechanicien van Haas moet wel eens opzetten, die frontweg is nog helemaal niet gerepareerd. Dat gebeurt op sector gaat. Nou, dit is al meer dan een lap geleden. Ja, weet je, anderhalf lap duurt het. En dan bij de eerste van sector denk ik, sector 2 naar 3. Ik ben benieuwd. Sector 2 naar 3 komt eraan. Oh, een heel erg nog je frontweg aan het kijken nu. Zou het nu moeten gebeuren? Nope. Is er niks gebeurd, Sean? Oh kut, ik moet niet naar die... Tjent, het is volgende dag, dadelijk schrift ze de Mercedes af. Zijn naar die vleugel te kijken? Ja, ik kijk er zelf al naar. Het kost me ook nog meten. Heel scherp bij de busstop. Ik heb me niet gerepareerd, hè, Sean. Die komt weer een sectorovergang. Boah, dat shoot door. Het is nu binnen 2 laps geleden dat het gebeurd is. Ja, dat heeft geen zin. Ik moet daar naar binnen, want ik ben net zo set gaan ze afschrijven. Hij heeft Vettel een snelle tijd neergezet, jongens. Kan niet. Hier is het gebeurd, hier is het gebeurd. Wat is de AI-setting? 67. Hij is gerepareerd! Fuck! Ik heb het niet gezien! Natuurlijk! Godverdomme! Elke keer hè, die kut hazen. Nou Sean, ik heb hem zelf vlakbij mee goed. Nou, iets te veel nog. Redelijk dichterbij. Ja, Sean is op quality pace. Ik heb een quality pace dadelijk. Je bent gewaarschuwd, heren Vettel en Simmetsy. Kijk, kunt ze ook roetjes ook eens een keer weer normaal nemen met de nieuwe frontwing.
Sepke Vettel. Het gaat erop. Ja. Ik verwacht dat Sean dadelijk de leiding gaat overnemen. Dag dames en heren, u kijkt hier naar de oefenronde voor de Grand Prix van België, Formule Fransel. De mensen zijn bezig aan de longrun, we gaan zo meteen naar binnen. En dan gaan we wat snelle laps neerzetten. Kordaat schakelacties. Tak. En probeert hij de tijd van Timmy Thunder aan te vallen op softs. En dat doet hij met verven hier in de eerste sector. Is dat wel erg resoluut met zijn stuur hoor. Poh. En ja, er wordt commentaar geleverd op iets wat u niet kan zien. En hier is hij iets te veel op het gras. Ja, dat houdt hij wel hoor. Bij Rivage was hij met zijn binnenste band iets te veel over de curve op het gras. En ja, daar kunnen we hem kwijtraken. Daar kan hij uitspinnen. Maar hij heeft hem gehouden. Hier Pouhon in. Strak. Ja, hij volgt mooi de racing line. En wij gaan eens kijken naar onze setup. Gewoon 69 kilo brandstof aan boord. Het gaat veel van het goede. Sean Elly hier nog steeds op de koers om P1 te pakken in deze practice session. En Sean L. Oh, dat is zonde hoor. Hij mist hier de P1. Op een herna, volgens mij. Ik weet niet, ik heb niet gezien waar hij het verzaakt heeft. Maar wij gaan zelf hier onderweg om onze eigen P1 te proberen te veroveren. Lichtere fjoren, maar nog geen supersofts. Nog geen ultrasofts, maar dit heeft de pole sitter ook niet. Dus het moet te doen zijn hier op deze supersoft set. Hey, Roger, dat wordt interessant. Oh, kut, hij zit vlak achter me. Kumper, de Kumper, de Kumper! Woehoe! Een drift midden in Pouhon. Wat sick. De petten gaan af, want er rijden niet meer voor de scuderieën hier. Sean hem een beetje voor de goed rijden, dat zijn de target hubs. Dat schijnt goed te werken. Als ze het hebben om zich op te focussen om naartoe te rijden. En dan best ze net gaat heller en doorbieten. Dat moest me kunnen zijn eigenlijk. Nee, dat is serieus. Oh. Ja, betekent dat mis dat ik fouten kan maken? Ja, dan moest ik gaan overdriven dan. Dan gaat het wel fout. De Hessel dan toch, Sean L, P1, knap hoor. Nou, hij heeft wel een Mercedes, Frank. Zo knap is hij ook al niet.
Roger, dus dicht bij de schrik. Oh, kut. Zie ik, ga diep. Sector diep. Ah, nee, ik heb hem ook. Is ook paars. Ja. Ik heb Lekombe verzaakt. Ah, is je Wall of Champions verzaakt. Nou, doe niet mee. Kut, ik ga niet. Ja, die is verzaakt bij mij. Mino wel. En hoe zeker? Oh, ik heb een... What the fuck? Het is op onderstuur. Oh, het zit hier, een rookwolkje. Noep zeg, een target, hè? Ja. Ploegentijd, ridder zit. Lockups. Ik zie mezelf rijden. Ja, dat komt omdat de haas agressief leeg staat. Ah, de haas is gone! Is wel echt fucking nice. Dat is zeikerig. Dat is super snel, dat is super krap om erin te komen. Ik ben min getreft. Nee, de pit entry, dat is gewoon echt fucking nice. Dat is gewoon een beetje strak. Kijk, nu is dat echt nog weer. Ja, de blisters, hè. Heb ik dat goed verstaan? Ja. Zeg het nog eens? Dat ik al. Nee, dat ik dat heel inderdaad, maar ik was binnen niet geloven. Nee, dat geeft niet, want het ging in één keer door. Wacht, wat? Het ging in één keer door? Ja, dat kan niet, want het gaat automatisch door, hè? Ja. Ja, het is gewoon in aan de McDonald's, klaar. Het duurt veel te lang. Ja, ik ga toch naar de McDonald's gaan? Juist. Laatst nog zien. Daar is het vooral iemand te vertellen met het wachtwoord van de McDonald's. Dat is me op ideeën gebracht. Oh, de haas is back. Dit keer doet het met één lap. Dat is fucking random wanneer de wing terugkomt. Dat is krank. Ja, maar dat is een set fan. Ah,
dan een... Nou, kijk eens naar de bank. Help. Dit is wel een fast run, ja. Precies. Zin dan niet. Oeh, kut, Philippe met gepakt. Kakken! Oh la la, zitten alle Fransen bij elkaar. Hé, wij zitten achter mij. Ben je rouge? Ja, dat ben ik. Oh ja, tol. Twee Franskens bijeen, wat gezellig. 0,6 seconden. Ben je bezig met een long run of zakelijks? Ja, dat is. Oké, want ik doe nog een beetje zijn en gaan dit ronde. En wat is dat? En ja hoor. Kijk even de Bottas hier een beetje kunnen slipstreamen. Het helpt als kut. Het geeft wel hoor. Dat werkt zeker voor de Delta. Oh, weer kwiet hè. Gelukkig getoucheerd, ik noem het achterkant, dan kan je het zo wel kapot. Ik heb er nooit een achtervleugel gebroken, maar ja, toch moet dat kunnen. Hij is hier groen. Wat betekent normaal dat dat ook rood kunt worden. Dit gebeurt er als in zijn 8 poor handpax. En een haas! Sean, dit gebeurt er dus. Gewoon langs de boetekant in al in poor hand. Hebben ze een Mercedes, hè? Hé, what the fuck? Mijn frontweg is nu al gerepareerd. Zit echt helemaal nergens op. Echt een halve sector nadat er kapot was gegaan. Hè. Oh god! Oh! En de piefpaf ingehaald. Ja? Ja. Netjes. Dat is het enige wat we erover te zeggen hebben. Hoe paas? Roger. Hoe? En ik lig een seconde veel van deur gestast hier. Roger, dat wordt gevaarlijk natuurlijk. Ik ben niet bang. Ja, kut! Och, de bus stop. Je hebt het gebotteld. Godverdomme. Maar al sneller dan die vorige is het ook gebotteld. Momentje bij Philippe. Of nee, rivage stad. Oeh. Kom maar langs, jongens. Hier al 0,7. Daar kreeg ik een lege blokje, jongens. Flikker op. Och, dat is een sauber. Maar super op, hier langs laten die gekken. Een hartstikke gek die.
gevaarlijk is dat. Wat zit hij aan het doen, Sean? Heb je dat in de gaten? Die maken ze wel lawaai. Oh, kut, kut, kut. Hé, daar is hij. Loop ik langs, loop ik langs. Wat zit hier aan het doen met z'n tweeën daar? Zit hier een team time trial aan het doen? Ah, kut. De beurtjes weggereden, godverdomme. Yes. Niks jong, ik heb hier geen beurtjes omgereden. Oh. Waar was die geld? Wat is allemaal? Jij hebt niet slecht. Sick exit. Wat zit je allemaal aan doen als je twee achter? Ja, dat is voor me ook gaaf. En zeg eens, gaat dat geld gooien, denk ik. Ik ga er nog aan. Ik heb wachten tot 20 keer gewaaien. Jo, dat is... Dat moet geen snelste ronde. Dat wil ik niet. Hier is inderdaad een beurtje weg bij die piefpaf, ja. Wie had dat gedaan? Ik weet het. Aan de binnenkant? Boetekant. Oh. That's that set of tires dan. Please come in this lap. Over. Hij heeft een hele mooie inhaalactie voor mij op Ocon gezien. Ja, misschien dat Ocon al gepakt heeft toen. Ik weet niet waar beurtje dat zich mee. Boetekant, maar Ocon zo dan de boetekant, toch? Gast, what the fuck is het hier aan het doen, man? Dude, ik zie allemaal kabel onder de lok vliegen. Dude, ik heb nog een 4-place penalty, hè? Ik ook. Gast, ja, nu moeten we dus opnieuw beginnen. Weet je waarom we dat deed, zodat we naar McDonald's kunnen gaan? Nee. Nee, we lagen ernaast vol op de rem, man. Ik wil denk ik even draag tetsen. Ik heb nu een tegenje te wassen. Weet je waarom we dat deed, zodat we naar McDonald's kunnen? Dat is een kooi. Godverdomme, een Vettel, wat een vittige. Hij riet me gewoon nog een snellere tiet. Wacht mij, ik kan hem druk pakken. Hier wordt een beraadstaaf om mij traaf te plikken. Mijn kok stoven, Sean. Grosjean is mijn teammate, hij mag gewoon niet traaf tetsen, godverdomme. Sean probeert elke keer de pitlane driften te doen, geloof ik. Ik hou weg dat er super veel schade rijdt, dat een epic kwalificatie. Wat een lapschwens zit hier. Man. Kom je allemaal Renaults en Mercedes binnen? Ik moest toch wel de pit in, dus ik kan goed doen. Ja, doe ik een zak van me gaan. Kijk dat putje van de Renault, hè. Vingen ze nice. Ja, ik vind een mooie auto. Ik vind het wel een mooie actie. Vooral in de USA, hoor dat dan zo... Hoe jij zo'n lach was, want is het OG. Lacht minzaam. Lacht minzaam, omdat ik het net was. Ja. Oeh, de twee Toro Rosso, dat is een mooie auto. Ja, de Toro Rosso heeft de mooiste vorm. Ja, nee, maar ik moet zeggen, de Renault, ik vind dat geen lelijke auto, nee. Alleen de lucht en laden is een beetje raar. Dat is allemaal geur, oké. Ferrari heb ik proberen aan denken. Ja, dat wordt best wel stom. Want eigenlijk wordt het een schondere auto, maar... Ja, met de lucht en laden wordt het best wel lelijk. Die extra luchthappers aan de zijkant, dat zorgt dan heel erg goed. Wordt helemaal net zo Italiaans. Nou, dan ga ik even de ultrasoft run, korte pauze en dan qualifying, oké? Dat is ook nog een gezak, hè? Dat is niet gezak, hè? Ik heb gehoord dat het kort. Ja, dan heb ik inderdaad geen keuze, maar het kost zoveel tijd, man. Hè. Nee,
Battle! Battle? Jazeker. Ja, vettige Pruus. Ja, dat is kut, people, aan dat beurtje. De piepval, natuurlijk. Daar zijn geen beurtjes weg. Ik stond aan mijn handtekening op het asfalt. De homeboy hier, de homegamer, aan de kant toe. Godverdomme, wat een nutte. Wat een nutte! Wacht mij hier achter, wil ik hem toch te pakken. Kansloos. Kerst. Als het toch opbeweegt, ik dacht al dat mijn auto uitbrok. Zoveel. Wat? The fuck? Wat? Maar dat ding van Doorde. Van Doorde heb ik gepiloteerd. Ik kom maar terug op een quote van Bram in Singapore. Dat is gewoon zo elke gepiloteerd dat deze motherfuckers hier. En met de wingers voor trucken, dus echt super snel op eens. Haas heeft geleerd, ze weten dat het heel vaak moet gebeuren. Ja, precies. Oh man, dan had ik wel even geen lucky in dat box, zeg. Godverdomme. De lul. Ja, de lul.
easy come, easy go. Sean gaat bieten en dan rijdt Ruiker er voorbij. Teringpolen. Ja, dat Kubica, dat is echt een lul, ja. Het is één ding voor Polen heel veel zin, dat is niet zo wat. Maar de figuurlijke zin van de woordpad. Dat is zo jammer, dat weet van Renta, hij wordt er ook erbij. Kumpel jongens. De 49er is een feit. Komt daar Timmy Thunder over de streep met nog een 49er? Nee, dat is Bremke. Dat is Bremke. Oh, dat is Sean die nu eraan komt. Dat gooit hem flink de tweede bocht van de bus erop in. Ik moet nieuwe rijden gaan toepassen, anders dan kom ik zo op benzine te staan. En daar komt Tim geloofig. Is dat nog een 49er? We gaan het meemaken. Hij komt nu over de streep en het is geen snelste ronde. Wat was de tijd, Tim? Wel een 49, net geen snelste ronde, dat scheelt heel weinig. Roger, ik heb nog één derde ronde. Oh ja, dan moest ze wel heel zuinig gaan rijden. Ik heb nog meer fuel dan dicht nu, man. Ik ben al in sector... Oh nee, ik ben aan het einde van sector 2. Daar hebben we niet alleen nieuwe rijden voor, we hebben ook andere trucs. Het is alleen eens heel goed voor het chassis, dit. Ja, dat is niet zo heel gek als je gewoon uit remt. Nog 0,2 laps. Nou, ik ga het wel halen. En toch ben ik weer honger aan het vult gewoon aan als... Als cruisen. Ja. Stel die 200 cruisen. Hè. 0,17. 0,17, dan ben je geen door de lijn in. Zo, mijn sessie zit erop. Ik heet dat de piekpaak heb. Van de pakken we Ja! Oké, maar dit is een stream. Ja, dat is heel saai dan. Ik zal even een ander beeld pakken, maar dan wil ik wel een microfoon geer hebben. Maar dat heeft geen zin, want dat is toch niet het geluid van mijn stream. Dat heel ze sowieso al. Fjent! Geef ze nog een snelle web neerzetten, Tim. Ja. Dan gewoon veel commentaar opleveren natuurlijk. Dat is heel erg nerveus. Zo, kill mode, en nog kan je sneller rijden als wat eerst deed. Het geeft niet, Godverdomme! Waar is de koptelefoon? Nou, hier zit ze.
Nee, dat heeft me zien op. Hij kent er niks aan dan. We pakken even de verontwing met. Timmy Thunder hier begint dan zijn eerste snelle ronde. Dat is niet waar, maar de eerste snelle ronde waarbij wij aan boord zijn. Hier komt die Last Source uit. En volgens mij is hij niet vol gas aan het rijden. Nee, hij wordt vroeg doorgeschakeld. Daar is iets anders aan de hand. Die gaat hem waarschijnlijk naar binnen rijden en dan een snelle ronde starten. Dus we gaan kijken of we nog een andere interessante auto kunnen vinden. Kimi Räikkönen hier. En daar kun ik zullen bij het uitkomen van Puhon hier op de Pifaf af. En eens kijken of hij hem in zijn 5 pakt of in zijn 4. Hij pakt hem in zijn 4. Oeh, pakt hij veel curb. Ja, dat is gewaagd. Dan kun je zo je auto kwijtraken. Hier ook veel curb en uitkomen. Oeh, dat was misschien net iets te veel. En hier dan, dit is ook een lastige bocht waarvan de naam me even ontschiet. Hier pakt hij ook, hey, de Koningszoeler, die is wel lekker met de curves bezig. Hij gebruikt alle ruimte op de baan die beschikbaar is. Binnen de regels op dit moment nog. En af en toe een klein beetje daarbuiten zagen we net bij uitkomen van de Pifaf dat hij daar met alle vier de wielen buiten de baan ging bij het uitkomen. Maar dat wordt niet zo streng bestraft als met alle wielen binnen de bocht gaan bij het afsnijden der bochten. Komt hij hier aan bij de busstop, gaat hij remmen bij 120 meter ongeveer. Terug naar zijn tweeën, lokopje aan de binnenkant daar. Rechterwiel blokt en hier snijdt hij hem goed aan hoor. En dat kan Sean nog wat van leren. Oeh, wel een beetje op zijn bed uitkomen. En begint hij hier aan een nieuwe lap. Gaat hij een nieuwe lap, de snelle ronde neerzetten. We bevinden zich op dit moment op P6 met een 1.51.4. We gaan kijken of hij zijn eerste sector kan verbeteren. We kijken naar een te verslaande tijd van 32.1 op dit moment. Zijn eigen tijd is dat. Sector 1, Overhoosje hier. Kan hij minder de lijntjes houden? Het antwoord is nee. Hij gaat met alle vier wielen buiten de baan bij de radio. Dat is het bovenste stukje. En dat mag allemaal natuurlijk, want daar wordt geen eens een warning voor gegeven. Dus dan laten we het staan bij toe. Sean Lane verlaat inmiddels ook de pitlane. Hier gaat ook richting Overhoosje nu. Lecombe pakt hij mooi, lekker die curls mee. Oeh, hier pakt hij weer net iets te veel curls mee. Vier wielen buiten de baan. En deze kan hij iets ruimer nemen in zijn 5. Oeh, is hem kwijt! Uitkomen, Felipe Massa raakt hij hem kwijt. Oei. En de frontwing ligt eraf. En dat betekent dat wij gaan overschakelen naar een andere auto voor een snelle ronde. Maar dit is een OLED, dus dat is dan niet. Timmy Thunder op dit moment. Lockups, Lassoers, we komen meteen bij hem aan boord. We vallen met onze neus in de boter. Gaat hier een OLED neerzetten. Wij hopen net van wel. Timmy Thunder, de 1.31.2 op dit moment. In het bezit van de snelste eerste sectortijd, Timmy Thunder. 1.22.28. Wat zeg ik? 1.31.28, de snelste eerste sectortijd op dit moment. Gaat hij dat verbeteren? Aan het einde van de Camel Straight komen we erachter. Dan krijgen we die sector zo mooi in beeld te zien. Maar hij zit hier achter een andere auto aan. Dat gaat mogelijk problemen leveren. Remmen bij Lecombe. Oei, net iets met iets te veel wielen buiten de baan. En hier, ja, dit is verzaakt. Een Sauber voor de neus. Ja, dat is heel jammer. Dit is heel spijtig. En de Sauber laat me nu wel langs. Maar ja, het is eigenlijk al het kwaad van schiet. Marcus Ericsson was dat. We zagen de grote 9 op de zijkant van zijn auto. 1.31.3. Dat is een langzamere eerste sector. Wel even snel als de Seeker overigens. Maar daar zit niet die verzaking van Lecombe bij. Want dat bevindt zich allemaal in sector 2. Sector 2, de bochtige sector van Spa, waar we op dit moment in zitten. Ook met deze supersnelle dubbele linkshander. De Puhon-bocht. En die doet hier, die kleurt net iets buiten de lijn. Dus hier in zijn 8. Hij heeft het eigenlijk al opgegeven, want hij is aan het cruisen. En dat betekent dat we aan boord gaan bij iemand anders. Sean L. Timmen ook aan het cruisen richting de start-finish voor een snelle lap. Koningszoeler is binnen, dus... Timmy Thunder erg langzaam aan het rijden nu. Sean L. gaat nu beginnen. Lock heb je nog, terwijl hij super langzaam aan het rijden is, lock je toch nog even zijn binnenkant. En hier gaat hij mooi rond, weer overstuur. Dat zien we zo vaak bij Sean vanavond. Dat hij zo vaak die dat overschrift moet uitkomen, want dat is lastig met de tractie hoor. Dat kan ik je melden. Remt hij daar op tijd? Ja. Oeh, we hebben een lock-up! Maar hij rond al mooi de bocht, dus dan mag het. En Sean L. komt op Oroge af. Kan hij hem wel bij de lijntjes houden? Pakt hier lekker veel curves mee? Het antwoord is ja. Maar het was allemaal legaal en dit is ook heel erg legaal. Hij gaat zelfs niet over de witte streep heen met één band. En dat is op zich wel opvallend. Raar geluiden uit de cockpit van Sean L. Maar dat komt waarschijnlijk door de game audio van het kutspel. Oei, die pakt hier één persoonlijk te laag. Oei, nee, het is verzaakt, het is verzaakt. Tandje overstuur. En dan moet hij corrigeren en dat kost tijd. Maar hij zit wel in een positieve delta. Dus op zich, als hij deze ronde nog even snel afmaakt, kan hij misschien nog wel richting het paars op de backstraight. Want kijk eens even, de delta is inmiddels een halve seconde. En zakt weer een klein beetje terug hier. We kijken nu op het livescherm. Dat ziet u niet hier op de monitor. Dus ik heb iets meer informatie dan we hier op YouTube zien. Hij moet veel corrigeren daar bij Puhon. Dat kost ook tijd. Ja,
Oeh, snijd hem erg van buiten aan en dan komt hij ook ver naar buiten uit. Nee, deze lap die kan de prullenbak in. Voorbandjes zijn ook afgeschreven en de mix gaat op lean. En bij team Renault moeten er een paar naar de fysio volgens mij. Ik hoorde daar wat klagende en steunende geluiden uit de garage. Mensen die uit de auto stapten, die hebben het erg zwaar. En de ergonomische chef van Renault komt er ook bij. Die gaat even kijken naar de zitpositie van beide heren. Ja, dat is wel flink misbruikt dan toe. Oh, het zit net nu in natuurlijk. Maar dan nog. Een paar keer flink lokken gehad. En Sean L gaat weer beginnen aan een nieuwe snelle ronde. De koptelefoon weer op, want de commentator zit vlak naast hem. En ik kan me voorstellen dat het frustrerend is. Geen overstuur bij het uitsturen van de busstop. Dus we hebben een goed begin in deze lap en meteen een goede delta zien wij. Nou, Las Sours, heel belangrijke bocht natuurlijk voor het hele lange rechte stuk tot aan de combe. Dat is toch wel een seconde of 20 waar we ja, volgens mij de Koningszoeler rijden in de weg. Die wordt hier mooi ingehaald. Dat is een goede timing van Sean L en de Koningszoeler. Sean L hier, de delta is iets ingekakt. Dat kwam in Las Sours, is dat aan het licht gekomen. Maar het is hier wel mooi binnen de lijntjes. En op zich is het ramp is er niet compleet hoor, want de delta is nog steeds heel erg licht. Hij loopt nu richting de 0 seconden. Hij springt binnen hier op dat rechte stuk. En hier komt hij in Lecombe, pakt hij mooi die curves mee. Maar dat is uitkijken bij deze curves, want die zijn heel glad die curves. Maar dit keer houdt hij hem netjes recht, houdt hij de neus naar voren. En dan ook hier bij Felipe Massa stuurt hij hem heel netjes uit. En dan komt hij hier in rivage. Kan hij hem strak houden, ja, weer een lock-up. Oei, hij houdt hem te strak, hij gaat iets veel op het gras. Maar hij redt hem hoor, hij redt hem. Hij heeft nog steeds een positieve delta hier in deze bocht. Nee, voor alle champions. Die is de vierkant genomen, moet ik heel eerlijk zeggen. En dat is hier ook aan de delta, die is nu weer rood. Poehon, valt daar nog wat te winnen. Oeh, dat is weer erg jerky ingestuurd hoor. Dat kan soepeler. Ja, de stuur zit vast natuurlijk. Dus Sean, die moet misschien straks ook met de ergonomische chef van Mercedes gaan praten. Of er misschien iets aan de stuur gedaan kan worden. En de middelste delta wel positief. Dus hier had hij het dan een keer verbruikt toen hij daar eerder reed. Dus misschien dat hij hier nog wat te winnen valt. Want dit is het punt waarop die Mercedes motor de pure winst pakt. Dat is rechtdoor en omhoog. Ja, dat omhoog stukje maakt niet zoveel uit, maar dat rechtdoor wel. Want de Mercedes motor, dat is de snelste van iedereen om zich heen. En dan komt hij hier bij de busstop aan. Dan kan hij hem daar nog netjes doorheen sturen, want dat is nog niet zomaar gedaan bij deze Mercedes. Hij houdt de delta netjes. En dan wordt een flinke ruk aan het stuur gegeven hoor. Hij houdt hem niet binnen de lijntjes, maar wel met de neus naar voren. En hij heeft een positieve delta. Hij komt hier terug op P4 houdt hij hem. Ja, het was een persoonlijke verbetering, maar geen verbetering van het algehele record. En hij laat hem lopen. Koningszoeler nu begint aan een lap. Sean kijk uit, daar komt de Koningszoeler. En de commentator dient hier ook als waarschuwer. Aan boord bij de Koningszoeler. En nu moet ik niet meer naast me kijken, maar gewoon op de monitor. Hier, oh roze. Snijdt hij hem af? Nee, hij snijdt hem niet af. Hij houdt hem binnen de lijntjes. Dat is heel netjes van de Koningszoeler. Wat gaan we voor een delta zien? Wij gaan kijken. Oh, de Koningszoeler. Hier, P7. Een 1.32.1 zoeken wij als sectortijd. En we krijgen een 1.32.1 te zien. En dat is volgens mij precies wat ik net zei. Ja, het is een persoonlijk snelste eerste sector wat hij daar rijdt. Dat is misschien niet helemaal waar, want dat is alleen ten opzichte van zijn snelste lap. Hij kan ondertussen wel ergens een snellere eerste sector gereden hebben. En hij lokt hier, terwijl hij rivage instuurt. Houdt hem wel redelijk strak. Dus dat gaat goed. Hoe pakt hij deze Wall of Champions hier? Ah, te weinig curbs. Koningszoeler, die pakt normaal veel curbs, maar hier pakt hij er toch te weinig. Dan moet hij er binnenkant meer curbs pakken. Dat weet hij zelf ook, hè? Ja, je hoort hem schelden. Ja, misschien hoort hij niet. Hier houdt hij wel lekker strak. Dit is mooi. Poehon, nee, dat doet hij heel strak, hoor. Dat is mooi. Snel in zijn achterhoek voordat hij de bocht uitstuurt. De piefpaf, ook een hele belangrijke bocht. Hier houdt hij hem ook heel mooi strak. Veel curves pakt hij. Dit is goed hoor van de Koningszoeler. Hier iets te veel curves, maar dat maakt niet zoveel uit. Dit is ook een lastig, hoor. Maar die houdt hij. Oeh, te veel curbs! Maar hij houdt hem. Dat is het punt eigenlijk dat je de auto kwijt kan raken als je namelijk serieus op de curbs komt. Maar hij houdt hem. En hier de Koningszoeler. Maar wat zien we hier naast ons? Hier zit een man snelste sectors neer te zetten. Maar hij heeft wel de eerste sector verbruikt. Dus ja, dit is een jammere. Als hij dat niet gedaan had, als hij niet had laten lopen, want hij had het bewust laten lopen, hij had het niet gebruikt. Dan had hij hier snelste tijd nog eens. Maar hier krijgen we de Koningszoeler voor mogelijk een snelste persoonlijke ronde. En hij doet de busstop netjes hoor, Sean doet dat niet. En hier komt hij over de schip, het is een 1.50.9 en daarmee verbetert hij zichzelf. Het is een persoonlijk snelste ronde, hij komt tot P6. Oeps. En Sean schrijft hier zijn auto af in Las Sours. Het is gebeurd. Het is heel casual.
Ja, Sean uit de auto. Hij is er niet over te spreken, maar volgens mij die qualifying session zat er toch al op. Sean was al door zijn banden heen. Ja, dat is wel waar. En we zien het hier. Hier hebben we een mooie commentator view. Kijk, dit willen wij natuurlijk zien. Daarom hebben we Sean de auto laten afschrijven. Kijk hier, prachtig die Renault van Timmy Thunder door Puhon. Wat een mooie camerabeelden zit. En nu pakken we hem even aan boord hier. Timmy Thunder is hier mogelijk aan een verbetering bezig. We kunnen het hier niet zien. Hij zei dat het opgegeven was. Oké, dan geloven wij dat maar. Met 0,77 seconden. Het zit dichter bij elkaar. Sebastian Vettel daar toch nog wel 17e vandaan. Dus dat gat tussen de twee Franselaren en de eerste Ferrari is behoorlijk groot. Sean L dan, die staat ongeveer gelijk met Vettel op 0,7 seconden. Met ongeveer vergelijkbare auto, moet je zeggen. Dus hij doet het eigenlijk precies zoals we van hem verwachten. Want hij doet het precies gelijk met de AI. Valtteri Bottas dan, die nu niet slechter dan zijn teammate. Dus daar kan Sean L trots op zijn. Koenigsegger dan op 1,17 seconden. Die doet het eigenlijk helemaal niet zo slecht. Want je moet wel bedenken dat hij een Renault rijdt. En op 0,3 seconden van een Mercedes kan hij daar best trots op zijn. Dus hij rijdt waarschijnlijk net iets boven zijn staf. Ja, dan houdt ze een heel snelle ronde gehad. Maar dat hebben ze laten lopen, hè? Ja, maar ik heb een bocht serieus geen op brandend inlopen. Ja, heel erg zelfs. Oh man. Zo is het op zijn bumper. Daar aan het heet. Zo is het zijn versnellingsbak. Dat zeggen ze. Ja, dat zeggen ze. Dat zeggen ze. Ja. Oh man. Ik heb net niet onder de kogel. Maar goed, we zijn net genoeg. Nou dacht ik van... Ja, fuck. En mijn teammate geeft hier 2,8 seconden toe. Oeh, dat doet ook pijn hoor. Achtervleugeltje hier, klapt open bij Der Koenigsegger. We zijn nu bezig aan een verbetering, we gaan eens kijken. 1.32.1, rijdt hij weer een strakke 1.32.1. Sneller dan ooit tevoren. Dus hij is wel degelijk bezig aan een snel rondje hier, Der Koenigsegger. Ja, ja. Oeh, pakt hier wel wat veel gas mee jongens. Oh, dat is jammer, dat is jammer. Hier de andere beeld even, dubbel. Oh. Nice. Dubbel beeld hier in de studio. Zeer mooi. 4K hier rechts. Kijk eens, dit zijn prachtige beelden, hè? Doorkomen van Puhon. Heerlijk. Kijk hier, snel naar de 8. Goed, doet hij erg goed. Dan voel ik een stukje koolstof door de lucht. Oei, lock-ups. Maar... Wow, dit doet niet heel veel pijn. Oh, dit doet hem wel heel veel pijn. Ja, dit is jammer en dit is verzaakt. Te veel zand op de banden. En wat kost hem dat? 49,4. Ja, dat is veel te langzaam. Dat doet te veel pijn. Even kijken of Timmy Thunder niet stiekem nog snelle ronden zou doen terwijl er geen commentaar wordt geleverd. Hoe zie je op zich de lineair die op staan? Volgens mij heb ik alles met nul staan. Timmy Thunder hier, we gaan een sectortijd krijgen. En dat wordt niet bevestigd. Een 31-4 is niet heel slecht. Hij mag wat verliezen in de eerste sector op de Haas vanwege zijn Renault motor. Maar dan moet hij dat wel compenseren hier in de middensector die zo bochtig is. Daar moet het superieur Renault chassis ten opzichte van de Haas zijn werk doen. En we kijken naar een target. Kijk, we zien ook meteen hoe lang die sector is. 48,5 seconden. Dat is best wel veel. Dus we kijken naar een target van 48,5 voor Thunder. De sectortijd gaan we wel draai krijgen. Bij de volgende bocht, iets na de volgende bocht ligt hij. 48,5 dus. En het wordt een 49,1. Dus nee, dat is helaas te langzaam. We zien dat sommige mensen die eigenlijk al uit de sector... Sessielagen die zijn hier bezig met hun eigen werk. Die gaan nog stiekem even oefenen. Time trial Belgium. Zet even als target Haas. France leaderboard dan. En dan moesten we de ghost instellen. Het is misschien wel grappig om te zien. Maar dat 47,6 en hier regen 49,7. Dat is veel langzamer. Dat is allebei een Haas. Wat? Oh, dat is met Qualifuel. Dus dan hebben ze wel een veel snellere motor.
tips van het setup. Ik heb de dead zone goed gezet. Oh, het stuur. Oeh. Kennen ze hier problemen bij het uitkomen? Ik heb een idee. Ah, heer, heb je er genoeg geoefend of niet? Tim, Bram? Heb je er genoeg geoefend? Nou, eigen zeggen, Dirk Koningsdoedler hier bezig met een goede tijd. Nou, we gaan het zien, want we zitten nu op de Camel Suite en aan het einde van de Camel Suite krijgen wij een tussentijd. Maar de banden, zegt hij, die zijn niet meer zo goed. Een 32-1 is nog altijd de target. Nee, die rijdt hij niet meer. Die rijdt hij niet meer. Nog steeds? Tim, kom, ga naar qualifying. Het mag niet heel wat sync practice is. Hmm. Inderdaad. Oeh. Jan, ik heb hem hier wel bijna afgeschreven. Ik heb zo gelukkig niet afgeschreven. Gelukkig niet, nee. We hebben nu net haak achter de barrière. Kom, je zit klaar toch? Ja, iets voor mijn kijkgun. Ja. Het is al 20 voor 11 eigenlijk wel niet. Nee, maar we moeten nog een full quali en een ganse race doen. Eens kijken wat we maken voor ze hier. Ah, dat is zo jammer. Oh. Gar niet slim. Ik moet zeggen, de haast is geen best aan hier. Ja, dat is Ferrari motor hè. Ja, moet ik kijken hier voor zich. Ja, ik heb lekkere wings. Ja. De Nietzsche is weer onderweg hier met supersoft. Ik, misschien moet ik even naar de McDonald's gaan, het gaat door iets. Ja. Dat doet me te laat. Ik wil Ja, nee, dat is inderdaad ook ongezellig als we in eentje geest. Ja, behoorlijk. Maar dat duurt zo lang. Ja, dat duurt alleen maar langer dan zich geen honger hebt, Roger. Het honger hebt, is dat een uitje van een... Wat zijn honger gewoon dan? Wat een honger. Wat een McDrive of wil ik over de McDonald's staan? McDrive alsjeblieft. McDonald's? Ja, McDonald's. U hoort het, er worden hier al plannen gemaakt om te eten, dus voorlopig geen qualifying stream, dat laat nog even op zich wachten. Minimaal een half uurtje. Dus wij mikken op 10:15, dan start de kwalificatie op dit kanaal. Voor nu nemen we afscheid met de timings van dit moment. Maar wij zien dat Finn onderweg is. Nee, we blijven nog even bij u. Excuse. We gaan hier geen afscheid nemen hier. Daar gaat hij. Timmy Thunder voor de ultieme poging. En daarna moet hij dan wel echt van zijn stoel getrokken worden. Want het is tijd om te gaan. Tijd om de sessie te beëindigen. Er ligt al iemand uit namelijk. Iemand is al lang klaar. Die was al klaar voordat die andere eruit lag. En er rijden wel nog twee Renaults hier. En hij is hier bezig met dus de laatste poging om nog een snel lap neer te zetten. Het is een set supersofts die eronder geknald heeft. Dus misschien is dat omdat de banden opklaren. Dat weten wij op dit moment niet. Hij rijdt hier een 1.31.4. Dus de eerste sector niet snel genoeg. En hier in de rivage iets te wijd. Nee, hij zal het zelf ook wel opgegeven hebben nu. Hij weet het. Hij heeft hier een paar tienden laten liggen. Julian Palmer deed het ook vaak. Ja, laat een paar tienden liggen en dan is de hele lab eigenlijk al naar de kloten. Wat?
kant en begin maar. Ja. Ah. Is dat zo snel? Ja, dat is sick. Oh, dat is eigenlijk zo lang. Oh, dat is echt snel. Hey Tim, hoe lang was ze nog reden, man? Gitaar gewend dan? Kerst. Dat is belangrijk. Ah, dus toch. Gewoon een beetje actie mee te gaan. En voor Tim is het inderdaad wel belangrijk, want de had er, eigenlijk elke race heeft er wel een penalty bij gekregen. En dan gaat hij komen, lukt het hem om op tijd stil te krijgen? Oh, volgens mij niet hoor. Ja. Wel? Oké. Okay. Ja, dat kan ik natuurlijk achter. Oké, en met dat beeld in achter, want hier gaat Timmy Thunder retiren. En dan ziet hij de tussenstand. Er zit weinig tussen Timmy Thunder en de Seekers. Sebastian Vettel op P3. Er is niet veel veranderd. De stand nadat ik hem voor de laatste keer weer doorgenomen. Thunder, dus P2. Dan kan je zoelen P6. Maar hij doet het voor Renault wel goed. Hij vindt zich hier tussen Valtteri Bottas. Kimi Räikkönen het even vinden van beide topteams. Dus helemaal geen slechte tijd voor de Renault. Maar, en wij zijn ongeveer een half uur terug met de kwalificatie.